Vorige week sprak ik uitgebreid met Sijbrand Nijhoff. Sijbrand Nijhoff is de Groningse boer uit Zeildijk, dat is midden in het Groningse aardbevingsgebied, die de geheime deal tussen Shell, ExxonMobil en de staat, de geheime deal uit 1963, onlangs heeft geopenbaard. Ik belde hem om hem te bedanken namens alle mensen die dit zeer aan het hart gaat en ook om hem een held te noemen. Ik vind het ongelooflijk moedig wat hij gedaan heeft. En ongelooflijk belangrijk. Maar hij vertelde mij een verhaal, of een aantal verhalen waar ik enorm van ben geschrokken. Niet alleen is de materiële schade in Groningen enorm, ook de psychische schade is groot. Echtscheidingen, zelfmoorden, ziektes, overspannen mensen die niet meer kunnen werken, kinderen met nachtmerries. Hij vertelde me een verhaal van een boer die een gierkelder heeft waarvan de betonnen muren waren gebarsten door de aardbevingen, en die nu als gevolg daarvan ten laste wordt gelegd dat hij de milieuwetgeving overtreedt. Hoe kafkaesk wil je het hebben? Dat is aan de orde van de dag in Groningen. En het is maar een voorbeeld, het is maar één van de vele verhalen die hij me vertelde. De onrechtvaardigheid is schrijnend. Dit kan niet langer. En daarom heeft Forum voor Democratie ook meerdere malen geprobeerd om de minister te dwingen via een motie om nu voor uiterlijk 1 juli alle schade daadwerkelijk te vergoeden. Wij zullen in de tweede termijn deze motie opnieuw indienen. De heer Nijboer. Heel emotioneel betoog van de heer Baudet, waar iedereen zich denk ik wel bij kan aansluiten. Maar waarom stemt de heer Forum voor Democratie keer op keer dan tegen moties om de gaswinning, de oorzaak van al deze problemen, om die te verlagen en af te bouwen? Waarom zegt Forum voor Democratie steeds, we moeten meer winnen in Groningen, we compenseren ze wel en dan lost het probleem zichzelf wel op? Waarom laat u de Groningers keer op keer in de steek? U heeft toch al de neiging om zichzelf een keer of 3, 4 te herhalen, maar ik snapte denk ik de eerste keer de vraag ook wel. Het is niet waar, hè? Het is niet waar dat wij tegen alle moties stemmen om de gaswinning terug te dringen. We hebben vorige keer voor de grote motie gestemd om de gaswinning terug te dringen. Maar waar wij niet mee akkoord gaan, en daar stemmen we dus ook niet voor, zijn specifieke moties waarin 1 bepaald hoeveelheid gaswinning wordt genoemd. Hè? Dus we hebben wel ingestemd met het algemene, de algemene ambitie om die winning. Ja, dat is gewoon een gegeven. De motie van mevrouw Van Tongeren, daar hebben wij voor gestemd. Dus ik weet niet waarom ze hier nu staat, maar dat was vorige week, als ik het goed heb. Die algemene richtlijn, die steunen wij. Maar inderdaad, wij zijn dus niet voor het volledig beëindigen van de gaswinning, want wij vinden het belangrijk om gas te blijven winnen. Alleen je moet Groningers goed, adequaat, onmiddellijk compenseren en op een manier dat zij er op geen enkele manier op achteruit gaan. Laatste vraag, en dan bent u door uw interrupties heen. Dat weet ik, voorzitter. Nee, goed zo. Het laatste moet compenseren, maar de oorzaak moet ook worden weggenomen. Minder exporteren, tegen de motie gestemd. Verduurzamen van de Nederlandse economie, tegen de motie gestemd. Na 12 miljard zo snel mogelijk tegen de motie gestemd. Dat is wat u doet hier in de Kamer. Ja, nee, dat en weet ik wel. Dat maakt uw optreden hier volstrekt ongeloofwaardig. Nee, dat is flauwekul. Want we hebben wel voor de algemene motie gestemd waarin de gaswinning. Ja, je kunt wel nee schudden, maar het is gewoon zo. Hè? Dus we hebben gewoon daarvoor gestemd vorige week. Dus dat kun je zo terugzoeken. Mevrouw Van Tongeren heeft nog 1 vraag. Mevrouw Van Tongeren. Ja, voorzitter. Ik heb hier een willekeurige greep van de aantal moties die door Forum voor Democratie niet gesteund zijn over gaswinning. Er zijn vast allerlei moties niet gesteund. Maar we hebben hier, we hebben hier regels, meneer Baudet. Ik mag even uitspreken en dan bent u aan de beurt. Er zijn meerdere moties om de gaswinning naar beneden te brengen, niet gesteund door Forum voor Democratie, maar ook mijn wet om nieuwbouw niet meer op gas aan te sluiten, heeft Forum voor Democratie tegengestemd. En ook het amendement van de PvdA heeft Forum voor Democratie tegengesteund. Dus de teneur is dat Forum voor Democratie het probleem helemaal niet weg wil nemen, niet met een oplossing komt en hier gewoon een beetje de rest van de Kamer de maat staat te nemen. Dat laatste klopt in elk geval wel. Dat doen wij zoveel mogelijk. We moeten onszelf en elkaar scherp houden. Het eerste gedeelte klopt niet. Wij willen de kern van het probleem, en dat is de volstrekt
gebrekkige wijze waarop de Groningers die schade lijden worden gecompenseerd. Dat is het allerbelangrijkste dat we moeten aanpakken. Verder willen wij inderdaad niet dat Nederland van het gas afgaat, dat Nederland geen gas meer gebruikt, omdat die hele energietransitie een concept is waar wij niet in geloven. Dat is iets wat ongelooflijk veel geld kost en vrijwel niets oplevert, dus dat is geen goed idee. Tuurlijk, kijk, je moet minder gaan winnen, je moet minder gas gaan winnen, maar zelfs als we morgen stoppen met alle gaswinning in Groningen, dan stoppen niet de aardbevingen. He, dus je kunt veel beter je focussen op een adequate schadevergoeding die zo goed is dat mensen ruimschoots gecompenseerd worden, meer dan gecompenseerd worden, daadwerkelijk schadeloos worden gesteld. En aan de andere kant accepteren dat die situatie de komende tijd helaas problematisch zal blijven. Wij kunnen niet met één knip van de vingers het klimaat en de bodemsituatie in Groningen volstrekt stabiliseren. Dat is fantasiepolitiek. De heer Jetsen. Voorzitter, de heer Baudet zegt nu, die bodem die blijft toch wel bewegen, zegt Forum voor Democratie. Daarbij, als die schadevergoeding goed is geregeld, dan kunnen we gewoon net zo lang gas uit de Groningse bodem blijven pompen tot die gasbel leeg is. De heer Baudet. Ja, eigenlijk is dat ongeveer wat ik vind, ja. Voorzitter, dat is een heel helder antwoord. Dat betekent dus dat we de komende tientallen jaren, als het aan Forum voor Democratie ligt, gas kunnen blijven winnen in Groningen. Dat die bodemdaling en die beweging in die bodem daar tientallen jaren zich nog zullen voordoen. En dat alleen de schadeafwikkeling absoluut niet voldoende is. Dat we ook alle woningen moeten versterken. Maar dat we dan zelfs dan, als we die versterkingsoperatie hebben gedaan, de Groningen geen veiligheid kunnen garanderen. Dat vindt Forum voor Democratie een goede aanpak van het gasdossier. Correct. Gaat u verder. Voorzitter, nog een vervolgvraag, als dat mag. Ja. U gaf net een antwoord op vraag van de heer Nijboer aan van als er algemene moties zijn voor verlaging van de gaswinning, dan stemt Forum voor Democratie daar wel voor. Nou, we hebben volgens mij ook heel veel voorbeelden dat dat niet het geval is. Dus mijn vraag zou zijn, voorzitter, dus naast dat Forum voor Democratie die gasbel in Groningen wil leegpompen, vindt Forum voor Democratie het ook prima als we gas uit instabiele regimes als Rusland en het Midden-Oosten gaan halen om de restant van die gasvraag te voldoen? De heer Baudet. Ik hang even aan het woord prima. Kijk, ik vind het niet prima om dat te doen. Ik denk dat het in de wereld van vandaag, er bestaan allerlei problematische regimes. En die zijn er en daar moeten wij zaken mee doen. Hè? In allerlei vormen, internationale betrekkingen, defensie, allerlei. In de Verenigde Naties zit je met ze aan tafel enzovoort. Ik had het natuurlijk leuker gevonden als de hele wereld bestond uit allemaal landen zoals mijn ideale land Zwitserland. Voorzitter, tot slot. Ja. Heer Jetten. Prachtig genuanceerd antwoord krijg ik nu van de heer Baudet. Maar dit debat heeft dus wel helderheid opgeleverd voor alle Groningers. Forum voor Democratie kiest ervoor om de gasbel in Groningen gewoon leeg te pompen. Ook al betekent dat voor de komende tientallen jaren aardbevingen en schades. En als die gasbel leeg is, dan halen we het gas gewoon uit Rusland. Dat was dus een conclusie van de heer Jessen. Mag ik daar één ding... Ik maak ernstig bezwaar tegen de formulering leeg te pompen. Dat klinkt alsof het met rukzichtloos gebeurt. Ik ben er een voorstander van dat de hoeveelheid omlaag wordt gebracht. Dat is heel belangrijk om die grond meer te stabiliseren. Maar we kunnen niet uitsluiten dat er toch onrust zal blijven in die grond. Ook als je namelijk nu volledig stopt met alle vormen van gaswinning, dan zal daar nog de komende decennia onrust in de grond zijn. Dat blijkt uit alle rapporten. Dus ik vind het heel belangrijk om dit recht te zetten. Er wordt hier dus een beeld geschapen van de ene kant de mensen die stabiliteit willen, andere mensen die willen gaswinning. Maar zo ligt het niet. Er is als gevolg van die gaswinning een blijvende instabiliteit in de grond. En dat zal ook helaas zo blijven. Wat we het beste kunnen doen is ons focussen op een hele goede, hele adequate schadevergoeding. Gaat u verder. Daarom dat wij dus ook pleiten voor 1 juli moeten de mensen het geld op hun rekening hebben staan. En in het telefoongesprek met Sijbrand Nijhof gebeurde ook het volgende. Hij waarschuwde mij voor vilijn dubbelspel, zoals hij het noemde, van Lisbeth van Tongeren van GroenLinks. Hij vertelde dat hij tijdens een hoorzitting in 2016 ook al eens de geheime deal wilde openbaren. Maar dat voormalig Greenpeace-directeur Lisbeth van Tongeren Sijbrand Nijhof toen de mond snoerde en hem tegenhield de geheime deal te openbaren.
In het debat op 16 januari zagen we nog een voorbeeld van de merkwaardige opstelling van mevrouw Van Tongeren toen ze in respons op ons pleidooi om de deal open te breken zei dat ze het met Wiebes eens was dat dit beslist niet moest gebeuren. Want het laatste wat de Groningers nodig hebben, zei ze, zijn miljarden rechtszaken tegen Shell en Exxon. De voormalig Greenpeace-directeur die geen rechtszaken wil tegen Shell. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dan heeft nu mevrouw Van Tongeren het woord. Ja, dit is natuurlijk uitlokking met voorbedachte raden. Wat de heer Baudet ook weet, is dat al in 2015 in de krant stond dat Sijbrand Nijhoff geheime stukken had. De heer Baudet heeft ook regelmatig laten weten dat hij anderhalf keer zo intelligent is als de rest van de Kamer. Waarom heeft de heer Baudet dan niet onmiddellijk bij zijn beëdiging als Kamerlid deze stukken opgevraagd en geopenbaard? De heer Baudet. Ik herinner me dat toen ik beëdigd werd als Kamerlid een aantal andere debatten speelden. Maar zodra dit debat aan de orde kwam, hebben we hier voor gepleit en hebben we hiertoe opgeroepen. Ik zou toch verder gaan. Ja, mag tijdens de hoorzitting met de directie. Mevrouw Van Tongeren, u mag hierop reageren. Ik weet dat u door uw interrupties heen bent, maar als u zelf wordt uitgedaagd, mag u daarop reageren. Nou ja, ik zou van de rest graag een persoonlijk feit willen maken. Het is gewoon totale lariekoek wat hier door de heer Baudet gebezigd is. En dat is ook op allerlei plekken na te lezen, terug te horen. En ik denk niet dat de Groningers geholpen zijn bij een persoonlijke aanval van de heer Baudet op mij. Ja, ik heb de afgelopen tijd veel Groningers gesproken en een terugkerende boodschap is dat mevrouw Beckerman zeer oprecht wordt gevonden en zeer serieus wordt genomen en dat mevrouw Van Tongeren beticht wordt van dubbelspel. Dus ik geef het u maar door, ik zou u een voordeel mee doen. Tijdens de hoorzitting met de directie van Shell en ExxonMobil vorige week bleek dat de solvabiliteit van de NAM slechts 4% bedraagt, omdat de miljarden winsten van de NAM de afgelopen tijd als dividend zijn uitgekeerd aan Shell en ExxonMobil. De directie van Shell verzekerde ons dat de slachtoffers de rekening naar Shell kunnen sturen indien de NAM failliet gaat. Maar de vraag is dan natuurlijk, gaat Shell die rekening ook betalen? Of gaat Shell dan, net als de NAM, eerst weer eindeloos soebatten met advocaten over de hoogte van de rekening en het onderhandelen van schadeprotocollen? En begint het hele circus dan weer van voren af aan? ExxonMobil deelde triomfantelijk mede nooit een dochteronderneming failliet te hebben laten gaan. Maar Shell heeft daarentegen wel dochterondernemingen vergelijkbaar met de NAM failliet laten gaan. Bijvoorbeeld de 50-50 joint venture die Shell had in het Rotterdamse bedrijf TDF Tiofin, dat Shell in eind 1992 failliet heeft laten gaan. Dus dat Shell daar niet voor terugdeinst, dat blijkt uit opstelling uit het verleden. Kan de minister garanderen dat Shell volledig aansprakelijk zal zijn voor de schade en ook in dat geval de Groningers vergoedt en dat de rekening dan ook snel betaald wordt, zelfs als de NAM failliet gaat? Nu de minister zijn schadeprotocol heeft, kan de minister de Groningers dan ook toezeggen dat zij voor 1 juli 2018 aanstaande hun geld eindelijk op de bankrekening hebben? En als dat niet kan, kan hij dan zeggen wanneer ze het geld wel krijgen? Toezeggingen, geen intenties. Resultaten, geen pogingen. Schadevergoeding en geen schadeprotocollen. Dank u. Dank u wel. Van de Kamer. Er is behoefte aan een korte schorsing van 5 minuten. Ik schors de vergadering voor 5 minuten.